Als jij denkt dat er geen goede gesprekken zijn nu op tv, dan ben je een leugenaar. Want ik ga vandaag iets doen wat ik heel vet vind. Ik ga namelijk Nada van Dalen interviewen. En ik wil Nada al super lang interviewen. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik denk dat we maar gaan beginnen bij een introductie van jou. Je maakt kleding en er ligt al een heleboel hier. Mm-hmm. Wat vergeet ik daarbij te zeggen? Je geeft ook les namelijk. Ik geef les op de Willem de Koning. En ik ben curator van de galerie in Dordrecht. Oké, we komen allebei uit Dordrecht. Ja. Hoe fascinerend is dat? Je zit aan tafel. Dus... Daar kan je al heel veel over zeggen, over Dordrecht. Ja, nou, inderdaad, want Dordrecht is heel vaak dus jouw inspiratieplek ook. Ja. En hoe raak je geïnspireerd door, zeg maar, een kotsmisselijke stad als Dordrecht? Ja, door zo trendloze wat er... Er is geen trend in Dordrecht. Nee. Het is, je komt nog gabbers tegen die echt originele gabbers zijn. Niet een bombejas dragen omdat het hip is, maar gewoon omdat het een bombejas is. En het troosteloze. Ik hou van het troosteloze. Ja, en gabbercultuur komt überhaupt al heel veel terug in je werk. Ja, ik denk dat als jouw populairste item genoemd mag worden, dan is het deze bombers allemaal. Ja, En inderdaad, je ziet ze in Dordrecht. Je ziet ze gewoon nog echt. Ja. Maar... En de frikandel, die komt er vandaan. Ja, de frikandel komt uit Dordrecht. Hoe bizar is dat? Ja. Dat wist ik ook niet. Ja. Dat heb ik dus op jouw website gelezen. Mm-hmm. Dat leer je nog eens van een ontwerper, dat de frikandel uit Dordrecht komt. Ja, daar ben ik gewoon heel trots op. Hou je ook van frikandel? Ja. Uit het vuistje? Ja. Nee, dus ik ook. Ja. Oké, de bomber. Wat was de eerste? Hoe kom je erop om iets uit, zeg maar, die cultuur, de grappencultuur te pakken... Mm-hmm. En het om te toveren tot een mode? Iconisch. Voorwerp, ja, dat komt eigenlijk... Heel veel ontwerpers hebben het natuurlijk al voor mij gedaan. Of Simons bijvoorbeeld. Maar ik liep stage in Wenen bij een duo, Wenny en Jim. En wij hadden het gehad over de bomberjas en over die gabbercultuur. En toen heb ik hem gebruikt, maar met een vorm van een pisvlek erop. Want in Wenen heb ik alle plasvlekken op de vloer gefotografeerd en gefilmd. Omdat Wenen is echt zo'n... En moest je stad. Dat doen als stagiair of was dat je eigen... Nee, dat was mijn eigen concept voor mijn eindexamen. Het was voor mij een beetje... Het gaf het die stad weer. Omdat Wenen is zo heel mooi. Ja. Maar er hangt een hele nare sfeer. Soms op straat of nog dingen van de oorlog. Of mensen die nog wel redelijk nationaal socialistisch zijn. Dus voor mij was die pisvlekken was die stad. Maar prijswinnende collectie geworden ook meteen, toch? Jouw afstudeercollectie. Ja. Welke prijs heb je er allemaal ongeveer mee gewonnen? Want het is een waslijst. In China en de lichting op de Amsterdam Fashion Week. Ja. Wat trouwens heel uniek is, want normaal wordt hij dus nooit een afstudeercollecties. Die heb ik trouwens niet gewonnen, maar daar was ik voor genomineerd. Oké. Ja. Hoe denk je dat mensen dit, zeg maar, vertalen naar iets wat prijswinnend moet zijn? Ik bedoel, het zijn bomberjassen en het zijn vaak echt statements. Mm-hmm. Dus hoe vertaalt zich dat naar, wow, dit is de beste modeontwerper die we nu in Nederland hebben? Is wat lastig. Ik denk dat wat ik doe, wat ik denk dat ik goed doe, is die vertaalslag maken naar... Als je ermee op straat loopt, dan denk je van, is het nou echt gevaarlijk of niet? Dus je gaat twijfelen. Ja. En dat vind ik altijd interessant. Maar als je kijkt naar de H&M bijvoorbeeld. Er zijn fucking veel Ramones-fans die super pissig zijn dat hun favoriete punkband allemaal shirtjes bij de H&M heeft. Ja. Alles wordt, zeg maar, in een soort van tot straatcultuur overgenomen. En dat gebeurt eigenlijk ook al een beetje met de bomberjas, toch? Ja, enorm. Ja. Ja. En maar die was speelde je daarop in voor. Of was je daar heel erg nog voor? Ja, die was ik heel ver voor. Ik heb een hekel aan dat er allemaal meisjes met bomberjassen en Nikes lopen nu. Ja. Maar ja, ik kan niks aan doen. Maar je wordt een beetje een soort onderdeel daarvan. En dan ga ik altijd twijfelen, moet ik nu iets anders doen? Of moet ik erbij blijven? Bij mezelf en blijven? Wat, ja, ik ga denk je doen? Dat ik wel bij mezelf blijf daarin. Maar er zit al een heel erg verschil in mijn bomberjassen. Omdat ze zijn veel groter. Die je nu ziet, die zijn allemaal passend en klein. En deze zijn gewoon oversized. Dus er zit wel verschil in. Je komt uit een kunstenaarsgezin. Ja. En dat vind ik heel fascinerend aan jouw werk. Want het lijkt altijd heel erg anti-kunst te zijn, anti-stijl te zijn. Als je dat niet beledigend vindt, tenminste. Nee, dat vind ik niet beledigend. Want, jouw vader is bekend kunstenaar, in ieder geval in Dordrecht. Die kende ik al. Ja. Die heeft ooit een prijs gewonnen trouwens met een kunstwerk. En dat was, zeg maar, een foto van een hand met takjes eraan. Ja. 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 Dat snap ik nog steeds niet. Leg dat uit. Het is dus letterlijk een foto van een hand met takjes eraan vastgetaped. Ja. En dat won een prijs. €1000 heeft dat gewonnen. Ja, ja.
Waarom? Ja, ik weet niet... Jij weet het ook niet. Nee, ik weet niet wat hij ermee bedoeld heeft, maar... denk esthetisch gezien sowieso, de foto. Het was een hele snelle foto volgens mij, die hij ingeleverd had. Die hij gewoon had gemaakt als experiment, volgens mij. Ja, want er stond ook in zo'n nieuwsbericht in AD de Dordtenaar stond... dat hij zelf ook verbaasd was dat hij gewonnen had. Ja, dat was hij ook, ja. Ja. Maar dat lijkt wel terug te komen ook in jouw werk. Dat experimentele en vooral gewoon doen wat je zelf leuk vindt. En dan waarschijnlijk plakt klopt. Het wel. Ja. En toevallig is de Bomber een groot succes, want die plakt heel erg nu in populaire cultuur. Mm-hmm, ja. Zijn dat ook jouw klanten eigenlijk? Zijn er mensen die nu bommers op straat dragen? Zijn dat ook mensen die bij jou komen van... hé, die bomberjasjes voor jou, kan ik daar een van? Ja en nee. Meestal vinden ze het wel te duur natuurlijk. Als je hoeveel kost een bomberjas? €310. Wat in principe een redelijke prijs is, zou ik zeggen. Ja. Je maakt het met de hand ook. Je maakt het met de hand en de print is natuurlijk zelf gedrukt. Ja, digitaal gedrukt. Dus die zijn gewoon heel duur. Maar ja, als je het... H&M maakt nu ook deze print na. Letterlijk jouw print? Ja. Wauw, kun je er iets tegen doen als ontwerper? Nee. Maar hoe kom je daarachter? Ik zie het in de winkel en dan denk ik, oh ja, potverdorie. Wauw man, maar dat is verschrikkelijk. Ik zou echt super pissig worden als dat... Ja, je kan er niet mee. Dat is Zij kunnen wel wat tegen jou doen op het moment dat je een logo gebruikt. Dat is toevallig pas geleden in Rotterdam gebeurd ook, met een kunstenaarscollectief. Maar als je het andersom doet, je hoeft maar 7 dingen te veranderen. En dan is het patent weg. Dus het heeft ook geen zin om patent op te vragen. Ja, dat is heel maf überhaupt in de modewereld, toch? Dat alles zo snel over te nemen is. Ja, ja. Ja, het is gewoon even een grote namaakfabriek. Gewoon. Ja, hoe sta je er zelf eigenlijk tegenover? Want heel veel kleding uit grappercultuur is eigenlijk ook wel een beetje kinderarbeid. Nike-schoentjes, et cetera, toch? Ja, ik vind dat heel lastig. Omdat je weet niet als het... Waar het vandaan komt, ook al heb je gesproken met iemand uit zo'n fabriek. Of bijvoorbeeld de fabriek waar Prada zijn tassen liet maken. Was dezelfde fabriek waar de H&M zijn tassen liet maken. Maar ik wil het zoveel mogelijk gewoon nog in Europa laten maken. Oké, dus je probeert ook voor je eigen kleding, probeer je zoveel mogelijk zelf? Nog zelf in de studio met veel stagiaires. Heel veel stagiaires, eigenlijk voor al die jassen. En anders dan in Polen of in Nederland gewoon, ja. Okay. Dus ik probeer er buiten te blijven, uit die China. Ja, maar dat lijkt me heel... Want bijvoorbeeld zo'n rits, weet je waar je ritsen vandaan komen? Nee. En dat is heel moeilijk te volgen. Dus uiteindelijk is altijd één van de materialen die je gebruikt... is op een bepaalde manier wat terug te trekken tot lage bronnen. Ja, daar kan je niet omheen gewoon. Bijna niet. Dat is ook voor iets hypocriet zijn, heb ik heel vaak het idee. Of zo, aan mensen die het actief proberen te vermijden... In die zin dat je ontkent ook gewoon dat dat is hoe de economie in een land werkt. Ja, dat vind ik wel. Ja. Werkt. Vaak is kinderarbeid ook een soort van alternatief bijvoorbeeld op prostitutie en op drugsverkoop. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind het zelf ook heel moeilijk. Als consument is het super moeilijk eigenlijk om... Het is bijna niet te doen. Ja. En je kunt het ook niet op alles doen, want waar wordt het glas van? Ja, je kan bezig blijven. Ja. Die garen, alles eigenlijk. Ja. Ik heb volgens mij nog steeds niet gesproken over het feit dat je hond hebt meegenomen. Ja, dat is dus niet Nada zonder Coco. Dus die, Coco naar Coco Chanel ook, neem ik aan. Ja. In die tijd van Coco hadden ze allemaal zo'n hondje. Dus daarom heet hij ook Coco. En daar is mijn logo. Het is je logo ook inderdaad. Hoe bizar is dat? Dat het hondje iedere keer terugkomt ook. Heeft hij zelf ook een idee daarvan, denk je? Ik denk het wel. Praat je wel eens met je hond bijvoorbeeld? Ja. Maar ook een soort van kledingadvies, van hé, ik loop vast met dit ontwerp. Nee. Dat heb ik wel eens gedaan, volgens mij, ja. Ja, het lijkt af en toe net een mensje. Dus dan zijn hoofd, zeg maar. Zijn mimiek. Ik vind dat super moeilijk al. Je zit wel trouwens helemaal onder de hondenharen al meteen. Dat is ook heel moeilijk met kleding en honden, volgens mij. Ja, maar ik ben zelf een beetje een ravotter. Dus ik ben niet zo van mijn kleren de hele tijd schoon houden. Dat lukt mij ook niet. Ik ben niet een meisje die een chocoladeijsje kan eten en dan geen plekken heeft. Het is een beetje raar als modeontwerper, maar ja. Ja, nee, maar dat gebeurt. Je staat aan de vooravond ook van een nieuwe generatie modeontwerpers. Je geeft les op de Willem de Koning. Ja. Hoe ziet de nieuwe generatie eruit? Wat zijn hun clichés bijvoorbeeld? Ik denk dat de clichés van jouw generatie inderdaad zijn dat je veel inspireert uit je jeugdcultuur en subculturen. Mm-hmm. En wat zie je nu heel veel terugkomen in wat jonge ontwerpers maken? Dat eigenlijk hetzelfde is.
Ook uit subculturen, ja. Is het niet een soort van ongeïnspireerd dan op een bepaalde manier? Als ze weer terug naar de gabbercultuur gaan en weer terug naar de punkcultuur? Ja, maar dat is in de mode echt zo'n soort van herhalingsding. Ik vind dat altijd heel treurig, ja. Of zo. Ja. En natuurlijk nu is heel erg de techniek heel erg een ding waar mensen zich door laten. Maar dat betekent dat iedereen gewoon aan het lasersnijden is? Ja, cool. Zoals Iris van Herpen, ja. Ja. En? Je kijkt er een beetje sip bij namelijk. Je kijkt er echt zo bij van, nou die nieuwe generatie, ik weet het niet. Nee, ik vind er weinig, heel vaak weinig pit in zitten of zo. Maar dat is, ze moeten wel wat harder aangepakt worden. Is dat ook hoe je ze les probeert te geven? Ja, al ben ik niet het meest agressief persoon. Nee, je bent eigenlijk, je ziet er zo, weet je, Nala, je ziet er zo gevaarlijk uit. Je bent eigenlijk super sympathiek altijd, super aardig. Ja, ja, dat is een beetje mijn, ja. Dus wat je er komt, maar is dat kleding dan ook een soort van harnas? Want de bomberjurk is ook expres hele grote schouders en heel masculien en heel fel en agressief. Is het een soort van harnas? Ja, ik vind dat ook wel heel erg leuk. Ook bijvoorbeeld met, ik heb altijd een kruis om. En dat, ik vind het leuk om die verwarring te brengen bij mensen. Naar welke verwarring? Dat ze niet zeker weten of je nou wel of niet aardig bent? Ja. Maar waarom dan? Ja, dat vind ik leuk om te zien hoe mensen daarop reageren. Als je zo gekleed zeg maar een bus in loopt en dan zegt heel aardig doet tegen iemand. Dan denk ze, oh, is toch aardig. Het is wel een shock factor op een bepaalde manier. Ja. James Worthy schreef laatst een column in de... En die lees je altijd in de trein, want dat is de enige plek waar mensen James Worthy columns lezen. En die zei toen dat shockeren ook een soort van ingrediënt is wat heel goedkoop is. In die zin van, het is altijd heel makkelijk om mensen te shockeren. Ja, dat is het ook, ja. Waarom doe je het? Maar dat shockeren op een bepaalde basis. Ik denk dat als je shockeert met een achtergrond erachter en met een idee... dat het niet alleen maar om het shockeren gaat. Maar dan is het een soort van proces. Dus waar wil je uitkomen met je kledingontwerpen? Wat wil je bereiken op een gegeven moment? Wanneer denk je van, nou, Nada is nu succesvol? Of is dat nu al? Nee. Nee, dat is sowieso als ik een show elke seizoen in Parijs heb. Goed verkoop. Dat is heel traditioneel. Voor iemand die zulke rebelse kleding maakt, is dat best een traditioneel idee van succes. Ja. Waarom wil je dat zo graag? Die Coco Chanel... Die Coco Chanel droom. Ja, ik denk dat mensen altijd dat idee hebben dat dat een Coco Chanel droom is. Maar Bernard Wilhelm staat ook met zijn show op de Fashion Week. Ik zal niet altijd een traditionele show geven. Je ziet dat heel veel designers ook op een gegeven moment verliezen. Die beginnen heel rebels en heel jong en heel fel. En ja, dat ga ik denk ik nooit doen. Nee? Dat zeg ik nu. Dat zeg je nu. We gaan het tegen je gebruiken een keer, hè? Ja. Maar wat denk je dat er dan misgaat? Is dat een soort van de commercie die roept? Ja, ik denk dat je daar wel... elke keer dichter naartoe gaat. Omdat ik altijd op een gegeven moment... Ik was altijd heel erg tegen labels die heel erg strakke kleding maakten... en niks erachter hadden. Terwijl ik dat nu eigenlijk heel goed begrijp. Nou, en heel erg dan? Tof vind. Ja, omdat je dat gaat waarderen langzamerhand. Een soort van Stockholm-syndroom. Ja, ja. Vijand gaat liefhebben. Ja. Maar... daarnaast, ik blijf altijd mijn films en zo erbij maken. Hij wil volgens mij op de grond. Laten we maar gewoon lekker rondrennen. Ja. Als je maar niet gaat plassen. Maar dat vind ik juist vet. maar ja, die video's zijn zo fucking controversieel. Ik schrik altijd, als er een video is, dan klik ik hem super graag aan. Want ik ben altijd benieuwd wat er weer uitkomt van jou. Maar ik schrik altijd van jouw presentatie van collecties. Ja, er zijn heel veel mensen die daarvan schrikken. Is dat, je zoekt ook actief van hoe laat ik mensen dit keer weer... Ja, wat ik denk het belangrijkste van kunstenaar en modeontwerper zijn, want ik ben het met je alle twee, is dat je mensen aan het denken zet. Het klinkt heel corny, ja, je bent aan het denken zet. Dat je Andy Warhol uitspraak. Ja, maar ik hou ervan als een boek of een werk of een film mij aan het denken zet. Maar wat moet ik denken? Laten we voorbeelden gebruiken. Deze collectie bijvoorbeeld. Dit is een hele goede. Is ook volgens mij een iconische. Daar komt ook dit ding uit, ja, toch? Ja. Je moet misschien ook wat even opzienbarender zitten, want het is heel vet. Het doet me altijd denken aan zo'n van strandlakens. Ja, dat zijn ze ook. Die, ja? Ja. Hebben die opgekocht in Massa? Ja. Dat is vet. Nou, precies dat. Strandlakens ja. Dus. De collectie is in een kas. Er staat super harde, pompende techno op. En die roept nada, 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 nada. Ja.
je bent er met je vriend, jullie hebben seks in de kas, ja. Allemaal mensen staan er omheen, die hebben jouw kleding aan en het is zo een raar festijn aan raarheid. Het is een soort van circus, ja. Nada. Ja. Waarom? Waarom? Nou, wat vind, nou, anders, wat vonden je ouders ervan? Dat wil ik weten. Wat vinden je ouders ervan als jij zeg maar seks hebt tijdens de presentatie van je collectie? En... Ja, ik zeg altijd, ik ben een product van jullie, dus dat... Dat is een schuld. Het is een schuld van die takjesfoto. Ja. Nee, ja, die vonden het eerst even heftig. Maar, lijkt mij wel. Maar daarna hebben ze hem gewoon gekeken. Maar heb je hebt ze dus opgeweld van, papa, mama, ik heb nu iets gedaan. Ja, ze wisten, mijn moeder was de catering aan doen tijd. Super maf. Oké, okay, dus, wauw. Ik kan me niet voorstellen dat mijn moeder de catering zou willen doen als ik geneukt word. Ja. Ja, dat zijn ze een beetje van mij gewend. Waarom was het eigenlijk? Wat was zeg maar... want het ging om een soort van vruchtbaarheid, dacht ik, omdat er een kas was. Maar dat klinkt ook ergens wel zweverig en esoterisch. Mm-hmm. Dus wat was zeg maar de bedoeling van, jij hebt seks midden in een kas met mensen eromheen? Nou, de collectie gaat heel erg over narcisme van deze tijd. En om over alles laten zien. En het verhaal is een beetje zo dat mijn vriend en ik de enigste zijn die nog vruchtbaar zijn. En op dat moment een baby gaan maken. En daarna gaat iedereen dood aan het eind. Behalve wij. Dus de waarde van vruchtbaarheid en de waarde van... Ja, maar ook het narcistische van alles willen laten zien. Van Kim en een soort Kardashian. Van shallow-achtige film is het ook. Maar dat is iets waar je kritiek op hebt en tegelijkertijd ook gebruik van maakt. Al jouw collecties die gaan heel erg over nada, nada, nada. En jouw jas staat vol met nada. En maar alles nada is een betekent ook niks. Gangbang aan niks dus. Dus ik zeg, ik hou echt wel enorm van humor ook in werk. Want ik vind werk zonder humor vind ik zo verschrikkelijk. Welke designers hebben er tegenwoordig totaal geen humor en zouden dat wel moeten hebben? Dat is een lastige. Er zijn heel veel die zijn humor hebben. Heel weinig, die is nog echt... Die hele modewereld is eigenlijk een soort van humorloze wereld. Ja. Om zo heel serieus vast te blijven hangen aan het traditionele... Nederland sowieso. Ja. Nederland. Maar je hebt wel een soort van voor het zeggen nu. Als je doseert, dan kun je nog een soort van iets... Een verschil maken, heb ik vaak het idee. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want dat is ook wel een soort van verantwoordelijkheid. Als je het goed wil maken, dan moet je het nu meegeven aan die nieuwe generatie. Hoe probeer je ze vorm te geven? Hoe probeer je ze te helpen? Ze klaar te stomen voor... Nou, ik ga ze in ieder geval altijd eerst losmaken. En dat is maar losmaken, wat moet ik me voorstellen? Wat ga je dan doen? Dat is losmaken in esthetiek. Want ze zijn heel vaak heel erg door het internet ook aan die Pinterest-foto's vastgeplakt. Ja, alles is dus een soort van mooie makerij, inderdaad. Ja, ja. Maar... Zelfs het rouwen wordt mooi gemaakt. Ja. En wat is het medicijn daartegen? Nada. Nada. Maar nada ook in de dubbele betekenis van niks en er is geen medicijn. Nee, er is sowieso geen medicijn. Ja. Nee. Dat is treurig, man. Want ik heb heel vaak geprobeerd om heel... Ik dacht eerst van, oké, de Nederlandse modewereld heeft het nodig dat iemand heel fel is. Dus heb ik heel fel stukjes geschreven over bloggers die kut waren. En collecties die kut waren. En Amsterdam Fashion Week, wat een collectie is, een kuthuis. Ja. En het heeft niet heel veel veranderd natuurlijk. Nee. Dat wel heel veel mensen het met je eens zijn. Maar ieder jaar weer komt hebben we hetzelfde circus aan irrelevante mode. Er zijn 700 Fashion Weeks per jaar. Waarom zou Amsterdam uitmaken? Nee, dat doet het ook niet. Nee. Heel lullig gezegd. Sorry, nou, laten we de Nederlandse modewereld bij deze ook even duidelijk dood verklaren. Want er gebeurt gewoon niet zo heel veel boeiend op Fashion Week. Nee. Als Supertrash er moet staan, dan gebeurt er niet heel veel boeiend. Nee, dan mag iedereen gewoon naar huis eigenlijk. Ja, ja. Ik vind het goed dat het gezegd is eigenlijk. Ik vind het echt goed dat het gezegd is. Wel nu totaal mijn hele carrière nu kapot. Ja, je mag nooit meer aan de slag. Dat sowieso niet. Christian Wijnand wel niet meer. Nee. Ah, maar oké, je hebt nog één vraag niet beantwoord. Wat wil je nou, wanneer ben je succesvol? Wanneer is Nada nou... En dan geloof ik niet in Fashion Week Parijs. Ik geloof dat er iets anders is. Want als jij zegt, ik wil mensen laten nadenken, dan is er iets wat je wil veranderen. Nou ja, ik wil niet per se iets veranderen. Ik merk denk ik ook heel erg in mijn films en concept dat ik ergens tussenin zit. Ik geef ook geen antwoord. Ja.
Maar dat is moeilijk, want je stelt wel veel vragen. Ja. Maar ik denk dat het leven zo in elkaar zit. Dus het is heel moeilijk. Ik wil bij verschillende mensen iets losmaken. Maar dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Klinkt dat raar? Ja, nou, ik probeer me dus te bedenken. Want ik voel me altijd een beetje raar. Als ik het kijk, dan voel ik me raar van binnen. Ja, dat is ook de bedoeling. Oké, dus de bedoeling is een viering van raarheid. Ja, een soort van... Door je raar te voelen ergens over, of je ongemakkelijk te voelen. Daarom gebruik ik ook heel vaak die muziek die zo heel erg herhaald of irritant is. Blijft het hangen en blijf je erover nadenken van wat heb ik nou net gezien? Moet je hem nog een keer kijken en nog een keer erover nadenken? Het is ook wel makkelijk om in Dordrecht, zeg maar. Want je bent heel erg in Zuid-Holland bezig, in Rotterdam en in Dordrecht. Ja. Het is ook wel makkelijk om al die mensen een beetje te laten schrikken, denk ik. Ja. Misschien mensen vaak als jij langsloopt ook, want je ziet er altijd zo intimiderend uit. En volgens mij, je rijdt ook heel vaak rond in zo'n scootmobiel-achtig. Een invalide autootje. In een invalide auto, ja. Ja. Wat zeggen mensen dan tegen je? Ja, of rot op met het stinkt. Of ze moeten heel erg lachen. Ja, ik denk op het moment dat ze mijn gezicht zien of zo, dat niet zo agressief overkomt. Ja, maar ik heb ook niet het idee dat je aardig gevonden zou willen worden. Nee. Ik ben een soort van. Niet de bedoeling. Een soort van rebel, continu. In alles. Ook als persoon gewoon. En dat komt ook heel gewoon in je mode heel erg terug. Ja. Ik ben opgegroeid bij ouders die al rebels valt er een waren. Beetje van ja, precies. Maar valt er een beetje van te leven, mode? Ik heb nog twee bijbanen. Dat is gewoon. Wat doe je? Op de academie lesgeven en in de galerie. En je werkt in de galerie? Ja. Oké, en dan is het wel te doen. Want van verkoop van jasjes redt alleen de haan en met jij niet. Ja, nee. Het kost gewoon ook heel veel geld. Om collecties te blijven maken. Dat duurt gewoon... Volgens mij staat er 45 voordat je echt... 45? Wat? De leeftijd 45. Oh, en dan maak je het pas? Ja, qua geld, ja. Jezus. Ja, dus dat is moeilijk. Ik ben nog jong opkomend. Al ben ik dat niet meer. Je bent al heel lang opkomen. Ja. Sinds 2007 al opkomen. Ja. Nou, ik ga je wel in de gaten houden in ieder geval. Want ik vind het nog steeds heel boeiend. En ik ben blij dat je gesproken Top. Hebt ook. Ik ben ook blij dat ik je Vind je wel, Nada? Oké. Okay. Goed, mag ik een keer een van deze dingen aan ook? Ja. Ik ga nu dit aandoen. Cool. Oh, kut. Ik laat de zender vallen. Ik hoop niet dat ze dat erg vinden in de regie. Maar ik wil gewoon even dit aan hebben. En het voelt ook inderdaad heel sterk. En ik voel me ook meteen een rebel. Ja? Dat is wel handig. Je bent ook gelijk... Het kost maar €300 om je stoer te voelen. Ja. Geef je ouders ook wel eens kleding mee? Zender valt heel fijn. Ja, mijn moeder draagt dat veel. Maar dan wel andere dingen hoor. Oké. Okay. Ja, een beetje de kobertjes en zo. Mijn vader heb ik echt nog niet gegeven. Dat zou je wel moeten doen, want je vader ziet er ook een beetje Andy Warhol uit. Ja, altijd. Ja. Andy. Thanks. Oké, gaat het nog open? Ik moet plassen, jongens. Jezus, laat me eruit. En hij is ook heel erg scheten aan het laten. Oh, arme hond.